Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen formeel 6 nieuwe state-of-the-art operatiekamers in haar nieuwe complex in gebruik genomen. Daarnaast is het startsein gegeven voor de renovatie van de westvleugel van het ziekenhuis. De bouw van een nieuwe operatiekamercomplex is jaren geleden geïnitieerd door zijn voorganger, zegt hoofd OK César Fungafuk. Het ziekenhuis bestaat 57 jaar en dus ook de operatiekamers, waardoor de eisen waar zij aan moeten voldoen achterhaald waren. Fungafuk drukte de regering op het hart maatregelen te treffen om het wegtrekken kader in Suriname te houden. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat met de ingebruikname van het nieuw OK-gebouw er ook goede operaties gedaan kunnen worden. Het staatshoofd onderstreept dat het hem tijdens zijn bezoekjes in het AZP is opgevallen dat er wel deskundig personeel in huis is. Vorig jaar zijn er meer dan 9000 ingrepen gedaan door 37 operateurs van 10 disciplines. Vroeger, toen ik co-assistent was, 25 jaar geleden, kon een operateur 2 keer per week opereren. Door de toename van het aantal operateurs is dat teruggegaan naar 1 keer per week. Nu is dat minder dan 1 keer per week, omdat er een significant deel van de chirurgie en ook de anesthesiemedewerkers betrokken is. We proberen dat in te vullen met nieuwe opleidingen. Echter duurt het 4 jaar voor een persoon een gediplomeerde chirurgie of anesthesiemedewerker is. Er is geavanceerd apparatuur. Men kan ermee omgaan. Soms is er een issue waar men een verschil van mening is tussen meer specialisten. Nou, dan wordt er een second opinion gevraagd hier of in het buitenland. En gelukkig zien we dat het buitenland altijd soms bevestigt dat datgene wat hier geconstateerd wordt ook goed is. En dat moeten we koesteren, dat moeten we behouden en daarin moeten we investeren. En ik weet dat de meeste van jullie graag willen horen hoe staat met de financiële rechtspositie van jullie. Volgens directeur Claudia Marie Caridan verwachten patiënten dat zij in een optimale verzorgingsomgeving worden opgevangen. De tijd leert ons dat er sprake is van een suboptimale werkomgeving. Volgens minister Amara Madin van Volksgezondheid is het moment wederom een mijlpaal voor de zorgsector. Het vergt veel om het hele veld in één richting te laten kijken, meent de bewindsman. Desondanks zijn wij verheugd om een grote stap vooruit te doen. Elke stap vooruit wil zeggen een stap naar een betere zorgomgeving voor ons personeel, maar in het bijzonder voor onze patiënten. De overbelasting van ons ziekenhuis baart ons ernstige zorgen en wordt vaak door derden gekenmerkt als overconsumptie, terwijl er sprake is van een verhoogde ziektelast en te snelle doorverwijzingen van de eerste lijn en overige instellingen naar het academisch ziekenhuis. Het is niet makkelijk. Wat wij ook vanuit het ministerie het Hartsinitiatief hebben geloosd, waarbij we die 2 ziekten die zoveel kosten in de zorg, hoge bloeddruk en suikerziekte, laten we die beginnen te beheersen in die eerste lijn. Dan kunnen we heel veel complicaties, heel veel doorverwijzingen voorkomen. De bouwwerkzaamheden van verschillende afdelingen die begonnen in 2019 en zijn opgeleverd, evenals de oplevering van dit nieuwe OK-gebouw, hebben een bedrag van 5,7 miljoen Amerikaanse dollar gekost. De oplevering van de westelijke vleugel van het ziekenhuis kan rond april 2025 worden verwacht.